dus een SpongeBob-trui, maar die is geel. Dus toen was het zo dat er dat het zomer was, dus dan zijn er veel wespen of bijen en zo. En toen zei iemand, ja, het is geel, dus het is voedsel voor de wespen. En toen rende ik naar huis. Je hoeft daar dus niet bang voor te zijn, want dus, ja, wespen en bijen die zien die kleuren allemaal niet. Dus die zijn meer gefocust op ook wat het allemaal... Want alle bloemen hebben als het ware een soort, ja, bijna relatie tot de bijen. Dus die geven allemaal bepaalde stoffen af, waardoor de bijen ze elke keer weten te vinden. En daarmee ook weten welke zuivermiddel ze allemaal moeten halen voor de nectar. Ik heb eens een keer een shirtje aan, heel oud. Shirtje. Toen liep ik een beetje achter en toen kwam er opeens een naaien op de wespen aan. Dus ik ben gestopt. Dat is helaas wel, als ze zich inderdaad in touw getreden voelen. Er was ook eens een bij op een wespen in mijn shirt, maar die heeft niet gestoken. Nee, dat is wel mooi, dan voelde ze zich niet goed.